Dit is Le Delange, een dorpje op 6 kilometer van de stad Luxemburg, waar de derde wedstrijd om de wereldbeker plaatsvindt. En zo ziet het parcours eruit op sommige plekken. En dit is gespannen Richard Groenendaal, die met 49 concurrenten uit 12 landen vertrekt op deze zeer, zeer zware omloop. Er wordt gesprint in het begin voor de posities met links de Klerk en naast hem Vervecke. Dan Pontoni in het midden, de Tsjechen Pospisil en Jacek en ook Dlask. En natuurlijk Richard Groenendaal in de voorste lijn. En zo gaan ze op weg naar de problemen, want de problemen zijn er. Er wordt wat geduwd, Sven Nys zit daar rechts om ruimte te krijgen. En zo gaan ze naar de modder toe met Vervecken daar in het midden op kop. Hij won gisteren zijn zesde wedstrijd van het seizoen in een rijke voksel. De Klerk aan de leiding met Vervecken. Groenendaal daar kort achter. Op kop de lange Tsjech Dlask. Een uitstekende loper. Voor hem is dit parcours buitengewoon geschikt. Groenendaal daar vlak in de buurt met Bart Wellens. Groenendaal en Wellens leiden na twee wedstrijden het klassement om de wereldbeker. Ze hebben allebei 110 punten. Rechts Dlas, links Groenendaal. Achter hem Wellens. In vierde positie Gerben de Knecht, de tweede Nederlander uit Tilburg, 25 jaar. Dan de Klerk, dan Vervecke, dan Van Oppen, dan Pospisil en Jacek. En daar kwam ook Sven Nys, die lichamelijk ongemak heeft na zijn knie. Is nu ook zijn Achillespees beginnen op te spelen. Modder, modder en modder. En maar één materiaalpost per 2800 meter. Groenendaal aan de leiding. Eerste ronde. Wellens tweede. Glas derde. Hier komt de Knecht als vierde. De Klerk als vijfde. Vervecke als zesde. Komijnen als zevende. Jacek als achtste. Pospisil als negende. En Nys als tiende. Het verschil in techniek. Groenendaal loopt. En rechts Bart Wellens blijft op de fiets. Zijn grote rivaal. Ze staan gelijk op kop. Dan Dlask. En hier de Klerk. Het is zwoegen, trekken, sleuren in deze zompige modder. Groenendaal. Dlask met zijn hele lange benen. Hij is 1,96 meter de Tsjech. En in derde positie Wellens. Die moet 30 meter toegeven. Ja, dit is de kwaliteit van Groenendaal. En let op wat hij doet. Hij neemt risico. Slippen dan wel in deze afdaling. Dlas stuurt ook bij, evenals Vervecke, die nu derde is. Wellens is vierde. Die komt hier voorbij. Dan de Klerk. En dan de rest met Komijnen, etc. En hier een stuurfout van Richard Groenendaal. Hij lag op kop en wordt nu gepasseerd door Dlas en door Vervecke. Dankzij die stuurfout, ja, het is gevaarlijk. Het is glad. Je moet uitkijken. Je moet heel geconcentreerd fietsen. Want anders gaat het mis. En nu komt Wellens weer aansluiten bij Groenendaal. En Wellens die wenkt een beetje, die knikt met het hoofd. Het gaat niet zo best. Eerste ronde. Dlask op kop. Dan Vervecke. En na zijn stuurfout komt hier Richard Groenendaal op 6 seconden. Wellens is 3 seconden later aan de streep. Einde van de tweede ronde. Hier komt een groepje met de Klerk, Komijnen, Pontoni, Wabel, Van Zandvliet, de Knecht, onze landgenoot en Nys. De lange Tsjech overtreft zichzelf vandaag in Luxemburg. Hij gaat aan de leiding met Groenendaal, die zijn achterstand weer heeft ingelopen. Kijk maar. Dlas in tweede positie, Vervecke in derde en dan is er een gaatje van 50 meter. Dit is Vervecke dus. En hier is de zwoegende, pompende Groenendaal. En wat een troep kleeft er aan die fietsen. Dat geeft extra gewicht dat je mee moet torsen. Dat maakt het extra moeilijk. Zoals ook dat je goed moet uitkijken waar je je voeten neerzet. Vervecke is nog altijd bezig om op het podium te komen. Hij is nu de nummer 2, Dlas is nummer 3 en rechts gaat Groenendaal weg. En we krijgen nu een mogelijkheid om aan het einde van de tweede ronde te kijken hoe groot de verschillen zijn. Groenendaal is door. Hier komt Vervecke op 11 seconden. Dlask op 14 seconden. Links de Tsjech, rechts Vervecke. Dit is de strijd voor de tweede plaats. En daarachter komt
Komijnen, het trio Belgen, Komijnen van Zandvliet en De Klerk. Komijnen is pas 22, een groot talent voor de toekomst. Aanmoedigingen voor de wereldkampioen in Luxemburg. Hij heeft een gaatje geslagen van, nou, wat zal het zijn, 25 seconden. Hier is Komijnen. Hier is De Klerk. En dit is van Zandvliet. Die beter presteert dan ooit in zijn nieuwe ploeg. Dit is Wellens met De Knecht. De Knecht in het oranje, dat begrijpt u. Daarachter Beat Wabel, de beste Zwitser van het moment. En links Sven Nys. De beste van het vorig seizoen eigenlijk. Hij won de wereldbeker en de superprestige, maar nu door lichamelijk ongemak achteruitgeslagen. Daardoor rijdt hij vooralsnog in de schaduw van Richard Groenendaal. 29 jaar, in volle ontplooiing van zijn atletisch vermogen. Kijk eens, de voorsprong wordt groter en groter. Het gaat moeizaam, een paar seconden per ronde, maar de voorsprong wordt groter. Getekend door het parcours. Getekend door de modder, het slijk van Le de Lange. Zo ook Mario De Klerk, die nu voor Domo gaat optreden. Hij verlaat Palmans. Richard Groenendaal in de modder. En de nummers 2 en 3 leiden met een lange ei voor Vekke en Blask. En hij heeft het ook heel moeilijk, maar de laatste honderden meters komen eraan en hij is blij, hij is gelukkig. Winnen verveelt nooit, dat weten echte sportlieden. Nee, hij is blij. Het is weer gelukt. Vijfde wedstrijd van het seizoen gewonnen en allemaal klassiekers. 1 Richard Groenendaal in Le de Lange na iets meer dan een uur. Dan wordt Vervekke op 18 seconden tweede. En Dlask, die een hele goede wedstrijd fietste, op 22 seconden derde. De Klerk wordt vierde en passeert Wellens in de stand om de wereldbeker, waarin nu Groenendaal aan de leiding gaat, voor De Klerk en voor Wellens. En hier Sven Nys, vorig jaar de beste, maar nu in de schaduw van Richard Groenendaal. En let op dat gezicht, hoe mooi is winnen.